Het vrije verkeer van bekwame burgers is een onderdeel van de CARICOM Single Market and Economy, CSME. Dit houdt in dat in de toekomst alle CARICOM-burgers zich vrij kunnen bewegen binnen de CARICOM. In dit kader heeft het CARICOM-secretariaat een eendaagse refreshmentcursus gehouden, bestemd voor ambtenaren van de afdeling Immigratiedienst en Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie. De CARICOM Single Market kan worden omschreven als een economische ruimte, de CARICOM, waarin sprake is van onbeperkte beweging van personen, goederen en diensten. Van Suriname kunnen voorlopig de volgende groepen zich vrij bewegen in de CARICOM. Afgestudeerden van de universiteit, mediawerkers, artiesten, sporters, muzici, leerkrachten en verpleegkundigen. Roy Samuels, commandant van de Immigratiedienst, vertelt wat het belang is van deze cursus. En vandaag zijn we hier om eigenlijk een refreshment te hebben ten aanzien van CARICOM Nationals, CARICOM Burgers. Het is onder auspiciën van, heb ik al gezegd, onder het CARICOM Secretariaat. Het doel is om eigenlijk de immigratieleden meer te laten weten over het hele CARICOM gebeuren. Het is namelijk zo dat CARICOM bezig is om eenduidigheid te brengen hierin, zodat elk CARICOM-land, er zijn namelijk 15, dezelfde regels hanteert. En dat is nog steeds niet het geval. Dus daarom deze trainingen heel erg goed zijn. Het is de bedoeling dat regels die gelden in de CARICOM op alle lidlanden van toepassing zijn, dus ook op Suriname. Een skills certificate is een certificaat dat ontheffing verleent aan personen voor een werk- en verblijfsvergunning. Momenteel wordt er gewerkt aan regelgeving voor het recht op sociale voorzieningen voor personen die werken en hun gezin. Dr. Olivia Smit, Deputy Program Manager, Free Movement and Labour van het CARICOM Secretariaat, vertelt hoe het staat met de sociale voorzieningen in Suriname. We've been working very closely with your government over the last 2 years to ensure that everything is being put in place through your Ministry of Trade and your Ministry of Labour, respectively, to get Suriname to the point of being in the position to sign on to the agreement. However, Surinamese persons who are other member states will not be disadvantaged. They can get their pensions in the other states. And so Suriname is working as we speak. They have been reviewing the legislation and so to see how we will integrate the CARICOM Social Security Agreement, the legislation that surrounds that in Suriname. So it is a work in progress. In Suriname kan de aanvraag voor een skills certificate worden gedaan bij het ministerie van Arbeid. Hierbij maakt het niet uit van welk lidland de aanvrager afkomstig is. Een Surinamer wiens aanvraag is toegewezen, kan in elk ander CARICOM-lidland werken, zonder dat hiervoor een werkvergunning is vereist.